Hallo, ik ben Mark Rosman, ik ben 47 jaar, ik zit bij het Almeloos Mannenkoor al ruim 4 jaar en ik ben tweede tenor. Nou, een mannenkoor, je bent sowieso al alleen al met mannen. De verschillende mannenkoorstemmen, de tenor, de bassen, de bariton samen. Ja, dat is voor mij het mannenkoor. Dat maakt het zo prachtig. Je voelt je gewoon thuis bij zo'n mannenkoor. Dat geeft je zo ontzettend warm gevoel als je met elkaar aan het zingen bent. Die energie die eruit komt, dat volume. Je geeft je dus maximaal. En dat is het mooie van het mannenkoor. Met of zonder blues? Beide koren bestaan 100 jaar. Almeloos Mannenkoor als eerste. En sinds 6 januari. En 100 jaar. Ja. Wanneer maak je dat mee dat iets 100 jaar bestaat en dat je er zelf lid van bent? Ja, dat maak je bijna niet mee. Dus vandaar, dat maakt sowieso bijzonder. En buiten dat we beide koren samen een concert geven daarvoor. Dat is echt geweldig. Ja, het lekkerste vind ik zingen in dit natuurlijk. Maar als koor moet je natuurlijk een bepaalde uitstraling hebben. Ja. Je bent een visitekaartje van je stad. Ja. Dus je kan zo niet in deze casual kleding kan niet. Je moet een pak aan hebben. Een pak met een strik. En hangt die klaar? En die hangt klaar. Mag ja, die zien? Zeker, die mag je zien. Oh. Nou, zeg het zelf. Als we hier toch in de grote kerk staan. Als koor. En wat gaan jullie zingen? Wat gaan we zingen? Ja, we zingen verschillende blokken. Bijvoorbeeld met het Almeloos Mannenkoor zingen we samen Secret Heart. Dat is, vind ik zelf wel een van de moeilijke stukken, maar persoonlijk vind ik wel een heel mooi stuk. Heel veel kerkelijke muziek, maar ook profane muziek. De missie van het ACM is eigenlijk dus zoveel mogelijk mensen laten genieten van de kerkelijke en van de profane muziek. Dat is de missie. Moet er nog veel gebeuren of zit het er al wel in? Ja, zoals je dat zegt, in grote lijnen zit het erin, zeg maar. Ja. Dus het zijn nu de accenten, zeg maar. Wanneer moet je hard zingen? Wanneer moet je zacht zingen? Wanneer moet je stoppen met zingen? Want dat is ook soms, vergeet je soms wel. Een beetje te snel of te langzaam. Ja, vanaf nu is het zeg maar puntjes op die. Soms af en toe is je gewoon een beetje tekst verkeerd. En dan nee, shit. Doe je? Ja, veel plezier. Ja. Hoi. 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 Ho
Dan hebben we al die mannen daar staan. Geweldig, ja. Want ze zijn zo gepassioneerd. Maar ze zijn allemaal op leeftijd, met alle respect. Wat nu? Ja. Nou ja, dat is best wel een zorg. Alleen wij hopen wel op aanwas van jonge leden. Maar zingen is zo fantastisch. En wij merken dat bij de jeugd toch wel een beetje achterblijft de laatste tijd. En we hebben het idee opgevat om een nieuw fonds op te richten. Waar wij kinderen, jongeren proberen het zingen bij te brengen. We gaan niet deze muziek die wij zingen aan dat koortje opleggen. Dat moeten ze helemaal zelf weten. Dus het is dan een jongenskoor, maar het kan ook eigentijdse muziek zijn? Een jongerenkoor. Geen jongens, maar een jongerenkoor. En het kan eigentijdse muziek zijn. Ze mogen zingen wat ze willen.